De rechtszaak is begonnen tegen Tariq O., die eind vorig jaar in Wijchen een dodelijke aanrijding veroorzaakte. Hij wordt ervan verdacht de 42-jarige Sebastiaan opzettelijk te hebben aangereden. De aanrijding had enorme impact in Wijchen. Zo was er een stille tocht en werd voor de nabestaanden €50.000 opgehaald. Opvallend is dat de rechtszaak is ingedeeld in de regio Midden-Nederland, omdat bij de rechtbank in Arnhem een familielid van Tariq O. werkt.